De heksenvee Fleur woonde in een huisje vlak bij de rand van het bos. En ze deed niet liever dan in haar tuin werken en haar mooie bloemen verzorgen. Maar op een ochtend, toen ze net zat te ontbijten, schrok ze van het geblaf van haar hond. Geschrokken ging ze hem achterna. Er zou toch niks met de tuin zijn? Maar o jee, haar tuin zat vol met grote slakken die alle bloemen opaten. De heksenvee probeerde alle spreuken die ze kende, maar niks hielp. Wat moest ze nu doen? Willen jullie weten hoe dit afloopt? Kom dan op 27 januari naar het Biplabo van de Kortrijkse Bibliotheek en ga samen met mij aan de slag met de LEGO Education Story Starter Sets. En dan bouwen we de meest leuke en fantastische verhalen samen. Tot dan!